Back to the Zoo. A smoking on the balcony. En natuurlijk... Want daar is toch maar iets van goud. Boven Nederlands Fabrikaat. Boven Nederlands Fabrikaat. Komen ze uit Nederland. En daarvoor het alarm ging af. The Pet Shop Boys en Domino Dancing. Over Nederlands Fabrikaat gesproken. Ik heb iets klaargezet voor je. Kun je dat heel even instarten? Oh nee, nog meer verrassingen, hè? Nou, toen hou ik hem op. Deze? Gerard, hier is Caro. Ik heb gehoord dat jij deze week 10 jaar bij de AVRO werkt. En daar wilde ik je natuurlijk mee feliciteren. Wij kennen elkaar al een tijdje. Je bent er vanaf begin bij geweest. Je hebt vanaf begin mijn muziek gedraaid en me gesupport. En we hebben altijd heel gezellig gekletst met elkaar. En ik wilde je daar ontzettend voor bedanken. Ik vind je een topgozer. Ik hoop dat je nog heel lang doorgaat. En ik hoop dat je deze week heel veel cadeautjes krijgt. Mm-hmm. En heel veel feest viert. En dat we elkaar binnenkort weer zien. Doeg! Caro Emerald. Ze hoopt dat je ook cadeautjes krijgt. Ja, ik heb... Er staat hier nog iemand in de ruimte. Ja, mijn baas zit in de buurt. Ik zal even kijken wat ik voor je kan doen. Zo ken ik je weer, Arjan. Meneer Arjan Snijders, hij is... technisch gezien ben jij baas? Ja, wij noemen het eindredacteur. Noem je eindregisseur. Ja, de meeste mensen weten toch niet wat dat betekent. Ga het ook niet uitleggen hier. Maar wij werken eigenlijk al heel langzaam. Want sinds midden jaren 90 kennen wij elkaar al. Toen liepen wij allebei bij de Stadsomroep van Utrecht. En toen stal jij al mijn jingles. Ik stal jouw kaart toen. Ja. Dat waren toen nog cards van die grote dingen. Ja, dus van inderdaad van die zingende, jengelende jingles. Zoals jij ook dat oude AVRO-jingeltje af en toe nog eens instart. En inmiddels ben je al 10 jaar officieel voor de AVRO op de antenne. Je had eigenlijk al een aantal AVRO-programma's gemaakt. Snaps, ja, Pyjama FM. Een paar jaar aan het vettenbakken geweest. Maar op 17 september, 10 jaar geleden, begon jij aan het grote avontuur arbeidsvitamine. Nam je over van Wim Richter. En je was toen inderdaad nog een jong ventje. Het was een behoorlijke gok van meneer Steenman om jou gewoon maar hier op de IFM overdag te gooien. Poef. En wat heeft zich dat terugbetaald? Wat heb jij enorm ontwikkeld in die 10 jaar? Wat ben je een ster van die zender geworden? En wat ben je een representant van de AVRO geworden? Mag ik even onze passie voor zeg. Genoeg gekieteld. Tijd voor een echt cadeau. Dan ook als dank voor die eerste 10 jaar AVRO. Nou, ik ben... Wat moet ik nou nog? Je moet vertellen wat erin zit natuurlijk. Er zit een enorme envelop met erop. Ekdom. Met een uitroepteken. Die moet voor jou zijn. In mij, ik word gek. 10 jaar werkzaam voor de AVRO. De goedbon voor een diner. Met overnachting bij de Libreën. Het mocht wat kosten, dames en heren. Holy crap. Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel dat deze. Echt waar? Wauw. Samen met de boer. Met mijn meisje natuurlijk. Ja. Schat, hoor je dat? Schat? 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 Nou, te gek. Te gek. Ja, feest man. Mina. Wat een rare uitzending is dit. En niet voor iemand die al 10 jaar bij de AVRO zit. Nee, dat is waar. Ja, dat kan het niet gek genoeg natuurlijk. Toch. Nou, ik zie sterretjes hoor. Heel veel zelfs. Niet alleen ik, gelukkig ook Mick Hucknall, Simply Red. Ja hoor, The Stars. Ja, hij is tegenwoordig lid van de Faces. Tenminste, hij zingt in de Faces. En binnenkort is hij ook te zien op de Night of the Proms. Want daar gaat hij optreden, Mick Hucknall. Toch geen verrassing nu, hè? Hi, this is Mick from Simply Red, speaking with Gerard Ekdom on 3FM. And I wanted to congratulate you. Ja, die ken ik al. Stars van Simply Red. Hé, nou, het zal mij benieuwen. Wat ging er allemaal fout vandaag? Wat ging er fout vandaag? Wat ging er allemaal fout vandaag? Nou, het ging allemaal... ik ben overspoeld door emotie, dus er zijn heel veel dingen fout gegaan. Wie krijgen er allemaal een luchtgitaar, Pietertje? Nou, we hebben even het idee gehad om de fouten van de afgelopen 10 jaar even door te nemen. Nee, ja, maar ik wilde toch graag uitzenden vandaag, dus het gaat niet door. Ja, dat wordt niks natuurlijk. Ja, en daarna Koen zal er ook nog. Ja. Dus we gaan het niet hebben over Bon Jovi, die je Bon genoemd hebt. Nee. Dat zou gemeen zijn. Nee. Maar Karel dan, na Miss Montreal, Nederlands Fabrikaat jingle vergeten. Ja, maar ik was zo overmand door emotie dat ik daar, dus helaas, helemaal vergeten op die knop ben te drukken. Okay. Ik heb al op een paar knoppen van haar gedrukt. Oh. Goed, we gaan door. De antwoorden op de 3 vragen zijn we vergeten. Ja, dat is waar. Maar die zijn straks op teletext te lezen. Nee, het was Jolante, bijna 6 meter en seksbunker. Oh ja, dat was de pornovraag. Dit is gewoon de laatste van vandaag, Gerard. We moeten niet te lang meer doorgaan. Vind ik ook. Mark, iemand die 10 jaar voor de baas werkt, gaan we toch niet wijzen op zijn fouten. Ah, oh, dat is zo. Ik vind die luister zo lief. Maar is dit niet even een jammer joh nog? Ja, even voor de sfeer. Dat is absoluut. Jammer joh!
Zo, nou, tot zover deze gestructureerde uitzending. Je bent een beetje van de kaart, hè? Ja, ik ben van de kaart. Ja. Ik ben van de kaart. Ik zie het. En dan moet je nog die hele avond zuipen in de libraai. Ach, ja. Gelukkig heb ik een hotelkamer, zie ik net erbij. Zometeen die Paul Dabbera. Ja. Ja, ja. En ik ben vandaag 7 jaar en 1,5 week bij de KRO. Echt waar? Ik ben... Aan u het woord, professor. De zon bevindt zich op 150 miljoen kilometer van de aarde. Helemaal niet.